Telefoons. We kunnen tegenwoordig niet meer zonder ze. Zelfs achter het stuur worden ze gebruikt. En tegenwoordig worden steeds meer mensen beboet omdat ze achter het stuur hun telefoon gebruiken. Daarom gaan wij vandaag op pad en vragen aan de Bredanaar: gebruik jij je telefoon wel eens achter het stuur? Nee, dat doe ik niet. Het ligt wel naast me op de zitting, maar ik spreek niet in. Ik kijk dan wel even wie het is, maar meer niet. Dus... Waarom niet? Nou, omdat ik gewoon weet dat het gevaarlijk is. En u? Ik doe het niet. Ik heb de telefoon in mijn tas zitten en als ik hem hoor, ja, dat is dan jammer. Ik antwoord niet. Ook niet op de fiets, nooit achter het stuur. Nooit, echt nooit. En waarom niet? Ja, ik vind het sowieso erg onhandig en ik vind het ook echt onveilig. Ik bedoel, ik ben een van de weinigen die dat echt niet kan, denk ik, dan als ik zo om me heen kijk. Nee, eigenlijk niet. Voordat ik ga rijden, stel ik mijn navigatie in en dan klik ik hem vast op mijn dashboard en dan ga ik rijden. En als ik gebeld word, dan neem ik gewoon niet op. Het is gewoon te gevaarlijk. Je kan afgeleid worden, er kunnen ongelukken gebeuren. En het is goed dat die boetes nu zo hoog zijn, mogen nog wel hoger. Dus ik gebruik het niet, nee. Toch veel mensen gebruiken hem wel, worden heel veel mensen beboet. Wat vindt u daar nou eigenlijk van? Ja, kijk, weet je, ik ben niet zo'n telefoonpersoon, dus ik gebruik hem ook niet vaak. Maar ja, ik denk niet dat het echt verantwoord is, want er gebeuren wel veel ongelukken door. En dat eigenlijk. Ja, ik kan het niet. Ik kan niet rijden en sturen en telefoon beantwoorden. Dat kan ik niet. Dus ja, houd het op, hè. Toch worden steeds heel veel mensen beboet door het gebruik van de telefoon. Steeds meer mensen doen het nog wel. Ja. Wat vindt u daar nou eigenlijk van? Ja, ik vind het wel terecht. Ik vind het kan gewoon niet. Het is, je maakt ongelukken in het verkeer. Voor anderen ben je in gevaar op de weg. Nee, ik heb daar echt een hekel aan. Wat vindt u daar nou van? Dat eigenlijk zoveel mensen nog steeds een telefoon gebruiken achter het stuur. Ik vind dat het terecht is inderdaad dat er beboet wordt, omdat het een gevaarlijke situatie oplevert. Dus mensen zijn niet met hun hoofd bij het verkeer op dat moment, maar met andere dingen bezig en dat kan eigenlijk niet. Het is levensgevaarlijk natuurlijk. Zo is het maar net, ja. Nee, eigenlijk niet. Nee. Waarom dan niet? Eigenlijk als ik met rijden bezig ben, dan ja, kom ik niet in me op om mijn telefoon te gebruiken. Meestal heb ik hem gewoon op stilstaan. Dus echt op stil, gewoon geen geluid, niks. Dus, En tegenwoordig worden echt heel veel mensen beboet op het telefoongebruik achter het stuur. Heel veel mensen doen het dus alsnog. Wat vindt u daarvan? Terecht. Ja, je moet gewoon niet doen. Het is echt onveilig. Niemand kan het hoor. Echt bellen en rijden of appen en rijden. Niemand kan het.